Het woord van God komt vanmorgen uit Lucas 2, vers 21 tot 24. Lucas 2, vers 21 tot 24. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of 2 jonge gewone duiven. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen bekijken we de 3 rituelen die Jezus onderging na zijn geboorte. Zijn besnijdenis, zijn voorgesteld worden aan de Here als eerstgeboren zoon en de reiniging van zijn moeder na de dagen van bevallen. Het is best apart dat Lucas, de enige Griekse, niet-Joodse evangelist, deze wettische dingen vermeldt die de anderen weg hebben gelaten. Hij als niet-Jood zag er iets heel moois in, wat de anderen misschien te gewoon vonden, omdat zij zelf Joden waren. En hij gebruikt bewust het woord vervuld erbij. Toen de 8 dagen vervuld werden, toen de dagen van de reiniging vervuld werden, toen vervuld werden 8 dagen om hem te besnijden. Vervuld, dat mooie woord voor Gods plannen. Eindelijk uitgevoerd. Beloften vervuld, wet vervuld, tijd vervuld. Lucas zag wat in die gewone Joodse handelingen na de geboorte. Maar voor ons zijn ze tamelijk onbekend. Dus we moeten ze eerst even in het vizier krijgen. In Leviticus 12, vers 1 tot en met 8 gaat het over de tijd van na de bevalling als een tijd van onreinheid van de moeder. Die 7 dagen plus 33 dagen duurde bij de geboorte van een jongen. Bij de geboorte van een meisje nog langer. 7 dagen vanaf de geboorte, de 8e dag was de dag voor de besnijdenis. En dan nog 33 dagen de moeder in het reinigingsbloed. Zo worden de dagen van haar reiniging vervuld met die 40 dagen. Dus 40 dagen onrein. Met als regels daarbij, niets heiligs zal zij aanraken en niet naar het heiligdom komen in die 40 dagen. De rabbijnen maakten daar nog iets anders bij, in huis blijven. Niets heiligs aanraken, niet in het heiligdom komen, in huis blijven. Quarantaine dus. 40 dagen in plaats van onze 10. Nu raken wij al aardig vertrouwd met zulke regels. En zo zijn er onder ons ook kinderen in quarantaine geboren. Geen kraambezoeken, et cetera, omdat de kraamverzorger nog in huis was. En voor haar werk kon zij dat niet toestaan dat er al kraambezoek zou zijn. En voor ons was dat misschien een heerlijk rustige tijd. Een vondst voor die anders zo drukke kraamtijd, waarin je agenda boordevol zat met die en die en die en die, die dan en dan proberen te willen komen. Hoe was dat voor Maria met het kindje Jezus? 40 dagen in huis blijven. Welk huis? Veertig dagen in de stal. 40 dagen in het vreemde Bethlehem, buiten op de wei bij de kribbe. Dit is hoe hij geboren werd. Hoe verleng je dat 40 dagen? Ouders, schoonouders, 150 kilometer lopen verderop in het land. Of in de 40 dagen op een ezel of lopend moeten vluchten naar Egypte.
Je wilt je wel aan de quarantaine van de wet houden, maar om je levenswil moest je de grens over om nog een keer mee te maken. Nu met kind op schoot, de bange vraag, is er wel plaats in een ander land voor een jong stel met pasgeboren kind? Wel even wat anders dan onze luxe quarantaine in eigen huis. God werd mens, maar niet een mens zoals jij en ik. Maar een mens als een zwerver in het open veld. Een arme zonder eigen huis. Een vluchteling in een kamp. Een ruif in plaats van een verwarmde kinderkamer. Nooit vergeten, hè? Als je jezelf zielig vindt of beklaagt. Mijn Heer, mijn God, begon nog veel erger met zijn mens zijn dan ik het ooit heb. Nu die drie ceremonies die volgens de wet erbij hoorden bij de geboorte. Het is wel begrijpelijk dat er vervuld bij staat. Want Jozef en Maria zullen die dagen, die 40, niet genoten hebben. Maar angstig afgeteld. Wanneer is het zover? Ha, eindelijk de 8e dag besnijdenis. Ha, eindelijk de 31e dag de wijding. Ha, eindelijk de 40e dag de reiniging. Hele normale dingen voor een Jood die de wet naleefde. Maar denk je eens in Maria en Jozef. Wat moesten zij doen met de wet? Hoe moesten zij doen als dit niet hun kind was, maar zoon van de Allerhoogste? Zullen zij niet bij elke handeling zich afgevraagd hebben, hoe behandel je nu eigenlijk de zoon van God die ook Maria's zoon is? Je ziet ze kiezen voor het naleven van de wet, zo precies mogelijk. Maar Lucas laat ons hun aarzeling daarbij zien. Want hij schrijft niet toen de 8e dag vervuld werd, besneden ze hem naar de wet van Mozes. Hij schrijft toen 8 dagen vervuld werden om hem te besnijden. Alsof Jozef en Maria aarzelden. Een normaal jongetje wordt nu besneden, maar moet dat ook bij dit kind? Er zijn zelfs handschriften die het woordje ook niet hebben. Dus lezen, en toen 8 dagen vervuld werden van het hem besnijden, werd zijn naam genoemd. Waarbij je kunt afvragen, hebben ze het eigenlijk nou wel of niet gedaan? Hem besneden. We weten maar 1 ding heel zeker volgens Lucas dat ze gedaan hebben. Zijn naam genoemd. Het staat er net niet of ze het ook gedaan hebben, wat op de 8e dag moest gebeuren. Jozef en Maria als pioniers, hoe ga je om met Jezus? Hoe ga je om met de Zoon van God? Ze weten de wetten, maar ze zijn onzeker over hoe die toe te passen op Jezus. En daarom staat er heel onzeker, kun je het bijna niet zeker lezen of hij besneden is, maar staat er wel heel zeker dat ze hem Jezus noemden. Want dat had de engel gezegd voordat ze hem ontvingen. Dat wisten ze wel zeker. Voor hun speciale kind hadden ze die instructie wel ontvangen. Dat was geen algemene wet, maar instructie voor Jezus, unieke zelf. En dan vervolgt Lucas met die 2 andere rituelen. En als je niet oplet, lees je er overheen. Maar als je oplet, zie je hier nog een veel grotere verlegenheid van Jozef en Maria en een heel bijzondere keuze van hen. Eerst even helder maken voor ons, die die wetten niet kennen, hoe het normaal ging. In 40 dagen na de bevalling kwam de moeder dus het huis niet uit. Op de 8e dag werd thuis besneden. Op de 41e dag moest de moeder naar de tempel om het reinigingsoffer en sloot daarmee de kraamtijd af en de onreinheid die daarover bij gold. Maar er was nog een handeling alleen voor als een jongetje
de eerstgeborene was. De Bijbel noemt dat als een jongetje de baarmoeder geopend had. Die jongetjes moesten de Heere aangeboden worden om te dienen, de Heere, om een eigendom voor de Heere te zijn. Bij die jongetjes moest namelijk gevierd en bedacht worden: als volk danken wij het leven aan de bevrijding uit Egypte, waar in onze plaats alle eerstgeboren zonen van Egypte het leven gelaten hebben. Maar wij meegenomen werden om eigendom van de Heer, bevrijdend God te zijn, en met het bloed van het lam boven onze voordeuren werden onze jongetjes, onze eerstgeboren zonen en dat van ons vee gespaard en bevrijd voor een leven als volk met God. Maar het was niet zo dat als je je eerstgeboren zoontje naar de tempel bracht, hij daar moest blijven, zoals vaak in Rooms-Katholieke gezinnen een eeuw geleden de eerstgeboren zonen priester werden. Het was niet zo dat ze daar konden blijven. De Levieten, de hele stam Levi, verving alle eerstgeboren zonen die aangeboden werden aan de Heere voor de dienst aan hem. De wet regelde dat bij elke eerstgeborene uit een andere stam bedacht moest worden: eigenlijk is die voor de dienst aan de Heere. En een Levitische jongen neemt het van hem over, dient in zijn plaats van onze zoon. Vandaar de wetslezing uit Exodus 13. Ik koop alle eerstgeborenen van mijn zonen los. Want de Heere sloeg alle eerstgeborenen in het land Egypte. En het loskopen regelde dat een Leviet het voor jouw zoon zou doen. 5 shekel werd er betaald op de 31ste dag. Dat haalde men uit nummer 3 vers 14. Omdat elke Leviet, de Levieten werden geteld vanaf een maand oud. En daarom was het gebruik om dat loskopen te doen op de dag vanaf dat een Leviet meetelde als Leviet. Dus vanaf de 31ste dag. En dit afbetalen kon overal. Je moest een priester zoeken die ergens in het land woonde, je dichtstbijzijnde priester. En die kon je de shekel betalen, de 5 shekels. En dit moest de vader doen. Want de vader is zijn zoon verplicht te besnijden, los te kopen, de wet en een vak te leren, een vrouw te geven en volgens sommige rabbijnen te leren zwemmen. 10 dagen na die 31 dagen zou de reiniging zijn. De vrouw naar het heiligdom om haar reinigingsoffer te brengen. 2 duiven als je arm bent. En nu opletten wat Lucas schrijft. En toen de dagen van hun reiniging volgens de wet van Mozes, brachten zij hem op om bij de Heere te stellen, zoals geschreven in de wet van de Heer: al wat de baarmoeder opent, mannelijk, zal heilig voor de Heere genoemd worden, en om te geven een offer. Lucas was Griek. Lucas moest zich helemaal inlezen in de wetten, heeft dat gedaan, om te snappen wat er gebeurd was. Dus we hoeven Lucas niet van onzorgvuldig, oh, dat weet iedereen wel, te verdenken. Wat hij heeft geschreven, heeft hij nauwkeurig onderzocht en precies opgeschreven wat Jozef en Maria deden. Lucas die 2 keer zegt, volgens de wet van Mozes, volgens de wet van de Heer, moet absoluut hier heel precies weergegeven hebben wat Jozef en Maria precies deden en wat zij niet deden en wat zij anders deden. Dit deden zij. Pas toen de dagen van hun reiniging vervuld waren, deden ze iets. Die 31ste dag sloegen ze over. Die dag van het loskopen deden zij niets. Ja, waarschijnlijk
hebben ze er heel goed over gepraat, over die dag. Maar volgens Lucas deden ze toen niets. Pas op de 41ste dag, toen deden ze wat. En wat deden ze toen? Toen brachten ze Jezus op om hem bij de Here te stellen. Dus zij verzonnen zelf iets met wat zij lazen in de wetten. Zij pionierden. Ze dachten na over wat en hoe naar de wet en hoe dit unieke kind. Zij waren het eens over de reiniging voor hunzelf. Dat moeten we doen, dat is zeker. Dat gaan we doen op de dag die ervoor staat, de 41ste dag. En dat offer van twee duiven, dat moeten we doen. Maar ook hierin deden zij iets anders. Lucas schrijft hun reiniging. Maria zou gereinigd moeten worden. Zij had gebaard. Het was niet onmogelijk, maar absoluut ongebruikelijk dat de vader zich ook liet reinigen. Maar Jozef deed dat. Terwijl hij helemaal niet de vader was. Deze Maria en deze Jozef, die heel onzeker waren wat wel en wat niet met Jezus te doen, wisten één ding heel zeker. Wij hebben elkaar nodig. Maria, wat jij moet doen volgens de wet, wil ik ook, zei Jozef tegen haar. Wij moeten dit echt samen doen. We hebben alles van de wet nodig, wij tweeën. We willen dit absoluut samen doen. Maria, ik ga met je mee. Jouw duiven zijn mijn duiven. Jouw reiniging is de mijne. Jozef verraste de priester. Ik ook, meneer. Mooie mensen, hè? Die Jozef en Maria. Maar zie je dat ze ook iets niet deden? Wel eraan dachten, maar er een draai aan gaven. Wat een normale vader 10 dagen eerder deed. Zij sloeg het over, die 31ste dag, en namen het mee op de 41ste. Jozef zocht op de 31ste dag geen priester om hem 5 shekel voor Jezus te betalen. En de loskoop uit te spreken. Een Levitische jongen voor mijn Jezus. Hier kwamen ze niet uit als ze dit moesten doen. Of ze kwamen er heel bewust uit dat ze dit niet moesten doen. Waarom? Omdat Jozef niet de vader was? Kon hij die rol niet nemen? Zou kunnen. Er waren ook wetten voor. Als de vader niet loskocht, moest de zoon het zelf doen. Later dan, natuurlijk. Dat waren wetten voor geboortes waar de vader niet zeker wist of hij de vader was. Maar bij Jozef is dit niet aan de hand. Jozef deed dit niet uit onzekerheid over zijn vaderschap, want hij wist dat hij de vader niet was. Dat had hij al geaccepteerd toen de engel met hem sprak. En hij toch een zoon kreeg, de zoon van God. Hij deed het niet omdat hij niet wist of hij de echte vader was. God de Vader. Hij wist niet of hij God de Vader, de echte Vader, kon vervangen. Of dit voor hem mocht doen. En Lucas schrijft mij, dit was hun motivatie waar ze uiteindelijk uitkwamen. Als we alle wetten goed lezen, als we ernaast leggen alles wat we over Jezus gehoord hebben van de engel en van oom Zacharias en van de herders, dan weten we maar één ding te doen. We stellen hem in zijn tempel aan hem voor. Gewoon letterlijk zoals de wet gebood. Je geeft je eerstgeborene, daarna koop je hem los. Maar dat eerst, dat kunnen we wel doen. Dat is wel heel passend. We stellen hem voor zijn dienst. Dat moet het zijn. Anders weten we het ook niet. We brengen hem terug naar de Here. We weten niet hoe we met hem moeten handelen. Maar we weten wel dat hij meer voor hem is
dan voor ons. Dus we nemen mee, Jozef, wij ons reinigingsoffer brengen. Oké? Jazeker, lieve Maria. Dat is het allerbeste wat wij kunnen doen. Ik weet het anders ook niet. En weet je nog wat de engel tegen jou zei, Maria? Dat jouw zoon heilig genoemd zou worden. Kijk hier, hier staat in de wet van het loskopen. Al wat mannelijk de moeder opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. Zie je dat? We moeten dus niet afkopen. De engel heeft hetzelfde gezegd over dit jongetje. Als we hier in de wet lezen, het zal heilig genoemd worden. We moeten dit gewoon doen. Hem letterlijk naar de wet behandelen. Alle eerstgeborenen naar zijn heiligdom. Deze eerstgeborenen. We gaan niet voor hem betalen. Ik ben zijn vader niet. Deze jongen is al van hem. En daarom brengen we hem aan hem. En het woord voorstellen aan de Heere betekent naast stellen, naast de Heere stellen. Vader en zoon. Het betekent voorstellen. Voorstellen aan de Heer. Hier is hij. Het betekent offeren. Offeren aan de Heer. Het betekent ter beschikking stellen aan de Heer. Het betekent brengen voor een rechter. Het betekent demonstreren. Het is Jozef en Maria's gebed. Heere, wij weten niet hoe wij met uw zoon moeten handelen. U wel, daarom komen we hem u brengen. En misschien hadden ze wel gehoopt dat ze net zo behandeld zouden worden als eens Hanna behandeld werd toen zij Samuel bracht. Dat was ook geen leviet. Dat Jezus daarnet als Samuel had mogen blijven. In de tempel. Zoals Samuel. Door Eli. Overgenomen werd. Door Hanna en Elkana. Maar kennelijk ging de priester niet in. Op hun merkwaardige verzoek. Normaal stond een moeder daar voor hem. Met maar twee duiven. Met haar twee duiven. Nu stond daar een echtpaar met twee duiven. En hun baby. U ook, meneer. Bent u de vader? Nou ja. Ze hadden de jongen ook nog meegenomen. Maar mevrouw, die hebben we nu niet nodig hoor. Uw twee duiven is genoeg. En zo verlaten ze de tempel weer. Toch met z'n drieën. En bleven ze pionieren. Een jeugd lang. Wat leren wij hieruit? Drie dingen. Ten eerste, de wet met Jezus houden is onmogelijk. Want Jezus is de vervulling van de wet. En je moet echt goed zoeken nu in de wet hoe je met Jezus houdt. Het is niet meer klakkeloos volgen. Het is ontdekken. Diepere lagen, hogere lagen, een vrijheid. Het tweede is, koop jij Jezus ook nooit af. Koop hem nooit af. Het derde is, Jezus is de ware leviet. Ik vertelde over wat een vrouw die moeder geworden was, 40 dagen niet mocht. Drie dingen. Niets heiligs aanraken, niet naar de tempel en in huis blijven. Maria mocht van de wet 40 dagen niets heiligs aanraken. Maar in die 40 dagen moest ze wel aan de borst wiegen, in slaap wiegen, luiers verschonen. Zij moest Jezus 40 dagen heel intensief aanraken. Anders zou het niet goed gaan met Jezus. Zij was 40 dagen bezig met Jezus die heilig genoemd zou worden.
Ze kon de wet niet houden met Jezus. Ze moest wel iets zeer heiligs aanraken. Alle dagen, alle nachten van haar quarantaine. 40 dagen onrein raakte zij het heilige onafgebroken aan. Denk hier eens over na. Als jij jezelf onrein vindt en in quarantaine denkt te gaan, afstand tot het heilige. Jezus is als heilige gegeven om voortdurend in jouw handen te zijn. Hoe ongemakkelijk zullen Jozef en Maria zich bij hem gevoeld hebben. Hoe onrein, en toch zagen ze, hoorden ze, roken ze. We moeten hem, de heilige, optillen, verschonen, vastpakken, aan de borst leggen. Anders gaat de heilige dood. Geen ontkomen aan. Onreine handen pakte Jezus het heilige op, intensief. En zo doet de Heer met onze onreinheid. Als wij in quarantaine zouden willen, vanwege ons gevoel van onreinheid, moeten, mogen wij Jezus niet loslaten. Hem moet je meenemen en voor hem blijven zorgen in je onreinheid. Je kunt met Jezus de wet niet meer houden. Je moet hem vasthouden, namelijk. Een leven lang. Denk daar eens mee na. De week van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Tweede, Jozef en Maria wisten niet hoe Jezus onder de wet paste van de eerstgeborenen. Dus deden ze iets maar niet, hem loskopen. Ze kochten hem niet af. En daarom hielden ze hem dus zo heilig als een eerstgeborene in plaats van Egyptisch gedoden en in plaats van een lefiet. Dat was het moeilijkste wat ze konden doen. Makkelijker was wegwezen, hem daar laten, hem in de tempel laten, was makkelijker. Afkopen, zoals sommige kerkmensen het doen, met kerkbalans. Maar koop ook jij Jezus nooit af. Maar laat hem die onmogelijke heilige plaats houden in jouw hart, in jouw huis, zoals Jozef en Maria dat deden. Laat hem, naar vers 40, maar groot worden en sterker en wijzer en genadiger in jou. Zo ongemakkelijk als dat ook is. Koop hem nooit af. Laat hem in je leven groeien. Zonder dat jij weet hoe dat toch moet. En wat werd Jezus hiermee? Of wat bleef hij hiermee? De ware lefiet. Eigendom van de Heere. Losprijs van de eerstgeborene gedode Egyptenaren. Losprijs voor elke zoon van Israël. Om de Heere ten eigendom te dienen in zijn tempel. Hij werd hiermee op onnavolgbare wijze de vervulling van de wet. En 33 jaar later, het verlossingsmiddel. Het losgeld van 30 shekel in plaats van 5 voor een hele wereld die bevrijd zou worden uit de slavernij van de zonde. Weet jij waarom jij niet besneden wordt? Omdat Jezus meer dan besneden is. Weet jij waarom jij niet 40 dagen onrein bent? Omdat Jezus je reinheid werd. Weet jij waarom jij niet 2 duiven hoeft te offeren? Omdat hij voor jou offerde. Een lam, zichzelf. Weet jij waarom jij net zo ongemakkelijk als Jozef en Maria met de wet om moet gaan? Omdat jij Jezus in je hart draagt
En op hem zijn de wetten veel voller van toepassing dan dat je ze slaafs kunt volgen. Je zoekt, je weet niet en leest dieper dan de letter, want je bent met Jezus. En dat verandert je in alles. Geliefde mensen, Jezus, neem hem aan. Net zo onhandig als Jozef en Maria. En doe met hem net zo zeker als Jozef en Maria pionieren. Amen.